Wat zijn jullie met veel? Ik ben zo'n zaaltje in de Grienden gewend, in die school. Nee, misschien weet je dat wel. Maar moet je dit toch eens zien? Wat zijn jullie met een hoop? Hebben we er zin in? Ja. Nou, fantastisch. Dat is alles wat we nodig hebben. En natuurlijk nog een paar mensen, dat is ook zo. Hey, maar omdat we nu ergens anders zijn, jullie merken dat de zaal een heel stuk groter is, hè? Dat zien jullie al wel. Maar jullie zitten hartstikke dichtbij. Jullie hebben de beste plaats in de zaal. Wat vind je daar nou van? Is toch hartstikke mooi? Ja. Super, hè? En jullie hebben ook deze banken zien staan, hè? Dat is mooi, want dat hebben we expres gedaan. Dan kunnen jullie het nog veel beter zien dan als je hier vooraan zit. En dat is echt waar. Dan kun je het nog veel beter zien. Dan zit je altijd zo te kijken. Handig, toch? Hé, maar ik ben wel eens even benieuwd, want omdat het zo groot is, wil ik wel eens even weten of jullie dat wel een beetje kunnen opvullen. Ik bedoel, als jullie dan gaan roepen, of iedereen het wel kan verstaan. Begin ik even met alle meiden, hè? Alle meiden in de zaal, even goed opgelet. Zometeen ga ik van 3 terug naar 1. En dan moeten jullie zo hard mogelijk het woord pepernoot roepen, oké? Okay? Komt-ie, meiden? 3, 2, 1. Nou, meiden, dat is helemaal niet slecht. Dat doen jullie goed, toch? Wat is er? Piet? Oh, hé! Hey. Nee, is Boekpiet. Goedemiddag. Ja. Hi. Hey, Boekpiet. Hi. Ben je iets aan het zoeken of zo? Is er iets? Nee hoor. Nee. Nee. Oh, nou. Oké. Okay. Het zal wel. Oh, je moest natuurlijk even het boek neerleggen. Ja, ik snap het al. Maar we hadden net alle meisjes, hè? Dan wil ik nu die stoere jongens eens even horen. Ja? Hetzelfde, hè? Ik tel van 3 terug naar 0 en dan zo hard mogelijk pepernoot. Alle mannen in de zaal, hè? Komt-ie. 3, 2, 1. Ja. Nee. Oh, verzoek hoor. Oh. Zie je dat? Nee. Wauw. Nee, ik zie het niet. Als jullie... Oh, hé, hey, weer een Piet. Maar dat is stafpiet. Wat is dat toch allemaal? Maar die komt geen staf brengen. Ik staf. Zie het allemaal niet. Staf. Goedemiddag. Ja, Kel. Ja. Hey. Alles goed? Ja, goed. Ja. Oh. Wat is er aan de hand? Nee. Zoek je iets? Nee. Ik heb niks hoor. Niks. Nee, niks. Ja. Nou ja. Het zal wel. Maar wel een beetje vreemd is, komt Boekpiet al, dan stafpiet. Ach. Even kijken, we hebben de meisjes gehad, we hebben de jongens gehad. Ik wil jullie allemaal horen. Op je allerhardst. 3, 2, 1. Oh, maar jullie... Oh, nou, over een pepernoot gesproken. Bakkers Piet, jij bent van de pepernoten, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik ben van de pepernoten. Ja. Ja. Maar, alles goed? Wat zegt u, juffrouw Kelly? Is alles goed? Eens even kijken hoor, ik ben even... Bent u aan het doen? Wat is toch allemaal hier? Wat is dat? Ja, sorry. Bakkers Piet. We hebben alles al hoor, het boek ligt er al, stoel. Sorry? We hebben toch alles al? We zoeken iets. Hebben jullie iets misschien iets gezien? Gezien? Ja, wat heb je gezien? Een boef? Nee, dat zijn geen boeven. Het nee, boek? Nee, nee, ja, nee. Ik ga even verder zoeken. Ik ga even zoeken. Nou. Tjonge, jongen. Ik vind het wel een beetje raar, hoor, jongens. Nee hoor, ik ben en getrouwd en getrouwd. Het is wel een beetje vreemd. Eerst komt Boekpiet langs. Hij zoekt blijkbaar iets. Dan komt Stafpiet langs. Zoekt blijkbaar ook iets. Bakkerspiet komt langs. Ja, een beetje raar. Maar ja, nou ja, het zal wel belangrijk zijn. Maar wij gaan gewoon lekker verder. Wie van jullie was er ook vanochtend in de haven? Kijk eens. Hé, wat leuk. Hé, en weet je wat nou zo fijn was? Eindelijk is een keer geen grote problemen. Hé, we hadden geen kapotte boot. Nee, hè? We hadden geen mist. Gelukkig. We hadden geen andere vertraging. Wat? Maar wat was het?
Ja, oké, okay, nou ja, vooruit de sleutels. Oh ja, ja, dat was waar, ja. Dat was iets met sleutels. Er waren die twee sleutels. En ja, hoe zat dat nou met, iets met Hoofdpiet? Hoofdpiet, we kunnen het hem gelijk vragen. Ja. Oh, hallo. Hoofdpiet, wat fijn dat je er bent. We hadden het net over je. Ja, hoi. Ja, over de sleutels van vanochtend. Ja, die sleutels. Dat was ja. Lastig was dat, ja. Maar wat ben je aan het doen, Hoofdpiet? Niks, ik was even wat aan het zoeken. Dus, zoek je iets? Nee hoor, nee, gewoon... Maar Hoofdpiet, maar hoe zat het nou met die sleutels? Oh, die sleutels? Ja, ja die was die... ik even vergeten. Kom er even bij. Ja, ik moet even kijken. Kijken? Waar moet je nou weer naar kijken dan? Ja, maar even zoeken. Oh. Nee, die sleutels had ik op mijn nachtkastje gelegd. Ja? En toen was ik er één was ik vergeten. Maar de burgemeester zei dat alles goed kwam. Dus ja, zei nou, dat is gelukkig wel, want we zitten allemaal binnen. Helemaal goed, inderdaad. Maar... Nou, ik vind het wel een beetje vreemd, jongens. Dus ja, nee, maar dat komt helemaal goed, denk ik. Ja, maar zoek je iets dan? Nee hoor, nee. Nou, nee, het lijkt er anders wel op. Nee hoor, nee. Zeker weten? Kan ik je helpen? Ja, nee, maar ik ga nu gewoon weg. Oh. Hey, jongens en meisjes, ik vind dit wel een beetje vreemd. Eerst komt Boekpiet langs, die zoekt iets. Stafpiet, dacht ik, nou ja, het zal wel. Bakkerspiet komt langs en moet je Hoofdpiet eens kijken. Die is ook van alles aan het zoeken, lijkt het wel. Zou dus iets kwijt zijn. Maar wat dan? Nou, ik heb een idee. Er is maar één iemand. Die zal het weten. Juist, Sinterklaas. En ik weet toevallig, Sinterklaas is dol op een muziekje. Dus als we nou eens een leuk muziekje opzetten... Misschien dat Sinterklaas dan wel komt. En dan kunnen we het hem meteen vragen. Want ik vind het maar vreemd. Ja, waar zou het nou toch over gaan? Nou, dan maar een Sinterklaas roepen dan, hè? Ja. Ziet iemand Sinterklaas al? Nee. Maar ja, Sint is wel dol op muziek, maar ik hoor ook nog geen muziek. Oh. Ja, ik hoor een muziekje. Ja. Moeten we goed kijken of Sinterklaas komt, hè? Hé, ik zie al Pieter. Dat is een mooi, dat is een goed teken. Ga even alsjeblieft even rustig zitten, want ik vind het heel raar. Ik word nou toch wel een beetje zenuwachtig eigenlijk. Ik heb even de muziek stopgezet. Omdat ik zie van alles binnenkomen. Ik zie heel veel Pieten. Maar Sinterklaas, die zie ik niet. En ook Hoofdpiet is nergens meer te bekennen. Bakkerspiet niet, Stafpiet, Boekpiet, de hele hofhouding is nu weg. Nou word ik toch wel een beetje zenuwachtig. Zou het er niets mee te maken hebben dat ze net iets aan het zoeken waren? Ik weet het. We gaan gewoon alle Pieten er bij roepen en dan gaan we het ze gewoon maar vragen. Wat is er aan de hand? En dan gaan we beginnen bij, Boekpiet. Want Boekpiet, die weet altijd alles. Ja, is de Piet van het boek.
Dus die zal het wel weten, toch? Gaan we het gewoon maar vragen. Willen jullie dan meeroepen? Want ik heb net gehoord dat jullie super hard kunnen roepen. Dan ga ik weer van 3 naar 0 en dan roepen jullie heel hard Boepiet. Komt ie hoor. 3, 2, 1. Ja, ja, wat is er? Ah, gelukkig. Boepiet, jij bent er tenminste. Ja. Daar hebben we wat aan. Ja, maar wat is er? Nou wordt het opgelost. Komt helemaal goed. Hé, Boepiet. Ja, wij hebben het idee dat er iets niet helemaal klopt. Oh, Maar jullie waren net al iets aan het zoeken. Is er iets aan de hand soms? Ja, nou, eerlijk gezegd zijn wij inderdaad iets kwijt. Oh, nou. Ja. Misschien kunnen wij helpen. Wat nou, vertel. Nee. Oh, nee. Dat ga ik niet zeggen. Ik mag niks zeggen. Ik zeg niks. Ja. Nee. Denk ik, we vragen Boepiet, die weet alles. Durf ze het niet te zeggen. Nou, we hebben nog 3 Piet over. Stafpiet. Ja toch? Dan moet hij het maar vertellen. 3, 2, 1. Stafpiet! Ja, Kel. Wat is er, Kelly? Zoek je me? Kijk, gelukkig. Stafpiet is er ook nog. Stafpiet. Verdraaid. Oh, wij zitten met een hele dringende vraag. Oh, is... Ja. Nee, ook niet. Nee? Nee? Zocht je die niet? Nou. Nou ja, dringende vraag. Dus wilde je me... Wij hebben het idee dat er een klein probleempje is. Oh. Maar ik weet het niet zeker, maar wij hebben het gevoel dat er iets aan de hand is. En misschien kunnen wij jullie helpen. Nou, dat zou wel fijn zijn, maar... Nou, vertel. Vertel. Nee, ik ga het echt niet vertellen, Kelly. Nee. Ja. Niks ervan. Niet doen, hoor. Nee, ik zeg niks. Nee. Nou, het lijkt wel of ze echt niks gaan zeggen. Maar we hadden er 4. Er zijn al 2 Pieten die willen niks zeggen. Dan hebben we nog maar 2 over. Bakkerspiet roepen? Oh, doen we dat? Ja. Ah, Bakkerspiet. We zeggen gewoon dat Bakkerspiet heel slim en aardig is. Dan helpt hij ons vast wel. 3, 2, 1. Wat is er, juffrouw Kelly? Ah, Bakkerspietje. Ah, juffrouw Kelly, wat is er allemaal Komt aan de hand? Er toch ik hoor de kindertjes roepen en zo. Ja, Bakkerspiet. Jij bent altijd zo aardig en zo knap en zo slim. Knap en jij kan ons slim. Vast wel helpen met een mooi klein probleempje, dachten wij zo. Ja, maar knap en slim en de beste pepernoten, de beste bakker van het land. Nou, en wat zeg ik van het land van de hele wereld? Nou, daarom kan jij ons vast ook wel helpen, toch? Ik ga u graag helpen, mevrouwtje Kelly. Weet je wat het is? Wij hebben een inie, mini, inie, pitchie probleempje. Probleem? Ja. Jij lost op, toch? Ja, natuurlijk. Nou, kijk. Zou jij dan ons kunnen vertellen wat er aan de hand is? Want wij hebben het idee dat er iets niet helemaal klopt. Nee. Jongens. Dit schiet niet op. We hebben nog maar 3. 1 Piet eraan. Ja, dan moet Hoofdpiet het wel vertellen. Boekpiet durft niet. Stafpiet durft niet. Bakkerspiet durft niet. Hoofdpiet dan maar. 3, 2, 1. Hoofdpiet? Oh, hij komt helemaal van boven. Wat moet hij daar nou doen? Hoofdpiet, waar kom jij nou toch weer vandaan? Jongen, dat is best wel... Man, je lijkt al helemaal buiten adem. Heb je zo hard gerend? Ik heb heel hard gerend. Maar Hoofdpiet, wij zitten inmiddels best wel begonnen met een ietsie-pietsie probleempje, maar inmiddels is het wel een groter probleem. Oh, jullie ook al? Oh, jij ook dus? Ja. Nou ja, wij denken dat er iets aan de hand is, maar Boekpiet durft het niet te vertellen, Stafpiet wil het niet vertellen, Bakkerspiet wil het niet vertellen. Zo kunnen wij jullie nooit helpen als je probleem niet vertelt. Alsjeblieft, wat is er iets aan de hand? Ik vertel. Oh, hij gaat vertellen. Oké. Ja? Op de boot heb ik een brief gelezen. Ja? Van Sinterklaas. Niet helemaal gelezen, maar ik had het per ongeluk opengemaakt. Oké. In die brief stond iets van... Sinterklaas moest iets doen, anders zou er iets gebeuren.
Het waren zomaar een beetje losse woorden wat ik aan gekregen. Dus ja, een beetje raad was een brief van meneer en mevrouw de Boer. En een hele vreemde brief. Dus, nou goed, dus wij kwamen hier aan, gezellig, intocht gehad. En wat was heel leuk. En Sinterklaas moest even naar het toilet. Ja, voordat alle kinderen er waren. Ik dacht, nou, hè, gezellig. Dus ik wacht even op hem. Ja, tuurlijk. Ondertussen was natuurlijk Bakkerspiet. In de keuken. Alle lekkere pepernoten aan bakken. De pakketstaven. Dus ik rook dat zo. Ik denk, daar moet vast geproefd worden. Ja. Ach, ik ken jou. Dus ik even daarheen. Ja? Even het een en ander geproefd. Ik teruggekomen. Ja. WC open. Sinterklaas weg. Ja. Gewoon weg. Nou. Dus hij is ontvoerd. Meid. Ontvoerd, ik weet het zeker. Nee. Want er stond in die brief stond, als hij iets niet deed, dan zou er iets ergs gebeuren. Nou, hij heeft iets gedaan, maar toch is hier iets ergs gebeurd. Wie? Dat is toch vreselijk? Dat meen je toch niet? Ja. Wie zou Sinterklaas willen ontvoeren? Ja, ja, boef. Nee. Meneer en mevrouw de Boer. Sinterklaas. Ja, serieus? Ja. Echt? Ik geloof er helemaal niks van. Hij is kwijt. Ah, nee. Echt hoor. Ik weet je wat ik denk, jongens? Kijk, we zitten nu in een grotere zaal met veel meer ruimtes. Ik denk gewoon dat je misschien hebt gemist ergens. Nee. Ik weet heus wel dat jullie goed zoeken, maar ik denk echt... Nee, ik weet je wat. Het is nog veel handiger als jullie allemaal een hoek in gaan. Als Bakkerspiet, als jij nou daarheen gaat zometeen. Wie daar? En Hoofdpiet gaat Doe ik die. En dan Staf daarheen en Boekpiet aan die kant. Ja. Als jullie dan nou alle vier een kant op gaan, nou, dan moet je hem vinden. Alle vier dezelfde kant op. Nee. Dus ik die kant? Nee, recht zo die gaat en jullie recht zo die gaat. Oké, okay, ja. Ja. Oh, ja. Dus kijk dat wel dan uit. Echt goed, Kel. Ja, ja, maar... Dat moet toch nu, wel? Ja. Nu? Kom nu. Op. Ik geloof helemaal niks van. Nu? Als ja? Nee? Wauw. Vandaag nog. Wij zoeken Sinterklaas. Oh, die kant. Sinterklaas. Sinterklaasje. Jongens. Sint. Hé, maar even één vraag. Sinterklaas. Waar is die nou? Denken jullie echt dat die ontvoerd is? Nee toch, ik geloof het niet zo. Weet je wat? We gaan het nog een keer proberen. Misschien heeft Sinterklaas de muziek net wel niet helemaal goed gehoord. We gaan het nog een keer proberen met een muziekje. En dan hoop ik dat hij komt. Maar kijk goed mee, ondertussen lekker bewegen, lekker swingen. Dat vindt Sint ook leuk. En dan maar het beste. Onze ster. Welkom Sinterklaas.
speciaal voor jullie, Sinterklaas! Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Kom maar binnen Sinterklaas, we wachten al zo lang. En zonder u gaan we echt niet aan de gang. Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Komt u maar snel binnen hoor, het wordt een reuzefeest. En bent u ooit op zo'n mega vijf geweest? Oh, Kelly, wat een hoop kinderen, zeg. Oh, Sinterklaas. Ja. U weet niet half hoe blij ik ben. Nou, al is het maar een kwart. Ik zou zeggen, jongens en meisjes, gaan weer even rustig zitten. Dan kunnen we hem even ontvangen zoals het zou moeten. Eindelijk. Hè. Zo. Doe maar rustig op Sinterklaas, want we zitten nog niet. Wat een hoop kinderen, Kelly. Ja, leuk hè? Goedemiddag. Oh, Sinterklaas, ik ben zo blij dat u er bent. Ja, maar dat weet ik, dat ben je elk jaar. Ja, dat weet ik, maar nu extra blij. Extra blij? Ja. Goed. Nou, maar... er was namelijk een beetje een iets aan de hand, dachten we. Oh, maar er is helemaal niks aan de hand. Ik mis alleen even... Nou, weten we hoe het zit? Nee. Nou, het was, ik zal het heel kort vertellen over Sinterklaas, maar... Ja. Het was zo, de Pieten, of Piet, die had iets gelezen, maar niet helemaal goed, een beetje half. En ja, hij had begrepen vaker. Dat u uit dat briefje was ontvoerd. Wie? Ja, nou ja, Hoofdpiet dacht dat u was ontvoerd. Maar dat kwam eigenlijk, hij moest bij u even, ging naar de wc. Ja. En toen moest hij even blijven en toen werd hij weer afgeleid door Bakkerspiet. Hij ging weer eens in die keuken kijken. Ja. En toen kwam hij terug en toen was hij weg. Ja, maar dat is toch logisch? En toen dacht hij dat hij ontvoerd was, dus ze waren allemaal aan het zoeken. Nou, jongens en meisjes, ik zal dat eens even heel fijn uitleggen. Ik moest even naar de wc. Dat gaan jullie toch ook wel eens? Tuurlijk. Nou. En na de wc, ik zeg tegen Bak... En Hoofdpiet was weg. Bakkerspiet was... Ik denk, weet je wat? Ik had een stoel gezien. Een hele lekkere stoel. Dus ik ben even in die stoel gaan zitten. Ja, snap ik. En het was vanmorgen best koud. Het is hier wat warmer. En wat gebeurt er dan? Mijn oogjes werden wat kleiner. Dus u bent een beetje in slaap gevallen, Sinterklaas? Ja. Oh. Dus eigenlijk bent u helemaal niet ontvoerd. U sliep gewoon alleen een beetje. Heel kort maar, hoor. Oh, nee, gelukkig. Ja, nee, gewoon even een klein middagdutje. Ik ben al lang blij dat het is. Ja, gewoon een schoonheidsslaapje. Ja, dat begrijp ik. Maar ja, dat snap waar is Bakkerspiet, Boekpiet, Stafpiet, Hoofdpiet? Dat is het hem. Ik heb ze allemaal even een hoek ingestuurd om even goed te zoeken. De een of andere... Ja, een of andere hoek, ja. Oh, mijn kinderen, dus... als we het dan eens zo doen dat we ze eens gaan roepen. Willen jullie meehelpen met roepen? Oh, dat kunnen ze heel goed, Sinterklaas. Echt waar? Ja, dat kunnen ze heel goed. Nou, als jij dan weer van 3, 2... Ja, doe ik. Beginnen we met Boekpiet, hè. Doen we het Boekpiet, Stafpiet, Bakkerspiet en Hoofdpiet. Piet. Eerst Boek. 3, 2, 1... Stafpiet. 3, 2, 1... Stafpiet. Bakkerspiet! Nou! Oh. Sinterklaas! Ja. Sinterklaas! Sinterklaas! Hij is er weer! Oh. Kijk, daar zijn ze! Weg. Nou! Gelukkig zeg! Fantastico! Daar zijn Sinterklaas! Sinterklaas! Ja. Wat was u, Sinterklaas? Waar waren jullie? Sinterklaas? Ja! Waar zat u nou? Ik zat even een klein uiltje te knappen. Een wat? Oh. Even mijn oogjes dicht. Deed dat zeer? Ik zei het toch, niks aan de hand. Gewoon niet goed gekeken. Kan dat gebeuren. Gaat toch altijd zo? Fijn zit er Ja, maar wel fijn dat jullie zo bezorgd waren hoor. Ja. Ja, graag. Maar wat hebben jullie bij je voor leuks? Die lagen... Die vonden wij. Die lagen in de gang. Nou, maak eens open dan. Die hebben we wel gevonden. Nee. Ik vind het zo gezellig binnenkomen en dan altijd zo'n welkomstlied vind ik altijd zo gezellig.
laten we dat eerst even doen, Kelly. Oké. Okay. Maar mogen ze dan daarna open, Sinterklaas? Snel daarna. Oké, okay, ja. Ja. Dan. Dat was tenminste echt een feestje, zeg. Ja. En... Staf. Ja, Sinterklaas. Kijk, ze. Ik moet er even van bij komen, hoor. Nou... En de kinderen ook, begin maar. Ze gaan alweer rustig zitten. Oh ja, de enveloppen. Natuurlijk. Mogen ze open, Sinterklaas? Staf is al bezig. Staf al bezig? Moet je wel even opletten, oh ja, sorry. Ik mocht al van Sinterklaas. Ja, oh nou. Ga je gang. Wat heb jij nou? Oh. Hoofdpiet, wat heb jij? Letter. Zo? Zal ik je even vasthouden? Sinterklaas. Hey. Oh, zo. De E. Oh, de E. E. Ja. Stromgroffel. Huh? 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 Stap dan. Ik zou hem draaien, Piet. Kruid open. Nee, andersom. Ja. Ga eens bij elkaar staan, Pieter. De E, de K. Oh, wacht. E. Wat is dat? Nee, dat is... Ik zou even husselen. Husselen? Even wisselen. Even wisselen. Wat dan? X, tix. Dat is niet best als je dat hebt. Nee, dat is niks. Wat is dat? Dat is niks. Meen niet? Even. Een tik-tak? Nee. Tik-tak. Nee. Nee, husselen. 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 Zo. Kts is ktus. Ah nee, dat is niks. Husselen. Wel lastig, Kel. Kist. Kist. Hoofdpiet. Kist. Hoofdpiet. Kist. Ke. E. Kist. Kist. Oh, juffrouw Kelly. Ja. Ja. Wacht eens even. Wat er? Even, jongens. Wat is er? Weten jullie nog vanochtend in de haven dat ik ineens zo'n briefje onder mijn neus kreeg? Dat ik ineens iets voor iets moest tekenen? Want er was een pakket hier bezorgd. Tot
Toch? Zou dat een kist zijn? Oh. U heeft het over een kistje, mevrouw Kelly. Terwijl wij de Sinterklaas aan het zoeken waren, ja? Heb ik daar een heel grote pak zien staan. Echt waar? Oh. Mogen Hoofdpiet en ik het pakken? Nou, ja, graag. Kom, want, kom ja, Hoofdpietje. Kom Hoofdpietje, deze kant op zo. Kom snel. Hebben we het over? Ja, komt Sinterklaas. Er werd vanochtend kwam iemand en ik moest iets tekenen. Want ja, het was te groot om mee te nemen naar de haven. Dus hadden ze het maar hier gebracht. Maar ik weet eigenlijk niet waarvoor, wat het nou eigenlijk is. Kenny, is het dan een soort van verrassing? Nou ja, wie weet. Ik hou van verrassingen. Oh, nou dan komt het goed, Staf. Maar ik heb geen idee. Want het is volgens Bart Juffrouw Kelly. Wel groot. Juffrouw Kelly! Inderdaad. Oh, nou, dat is geen kistje. Nee, dat is echt een kist. Nou, dat is echt een kist. En hij is zwaar. Wat een groot. Ik denk dat het voor mij is. Wauw. Dat is inderdaad wel heel veel. Dat is een hele grote kist. Wow. Sinterklaas staat erop. Hoofdpiet? Ja? Ligt er nou iets op die kist? Ja. Neem dat eens mee, als je wil. Hoofdpiet, breng dat eens even mee als je wil. Ik zal hem ook wel even lezen gelijk, Sinterklaas. Wat een ding. Ga maar even zitten, jongens. Dan kunnen jullie het goed zien, want ze komen er alweer aan. Sinterklaas, ik lees hem wel even voor. Nee. Stukje dan? Dankjewel, Piet. Ik neem... Sinterklaas, voordat u gaat lezen. Mijn pepernootjes staan in de oven. Ik moet even kijken of alles goed gaat. Oh, ja. Ik ben strakjes weer terug. Ja, nee, prima. Ja, ik kom zo meteen weer terug. Tot straks. Doei. Ja. Beste kinderen, dat zijn jullie, hè? Ja, Sint. Ik kan hem wel zelf lezen. Oh. En lieve Pieter. Dat zijn wij. Het is hier heel gezellig. Hier in Sporthal de Stoepen. Ja, dat klopt. Maar een sporthal, daar hoor je wedstrijden in te doen. En ik hou wel van een wedstrijdje. Ja, not hem. Ja, ik ook, want ik win altijd. Maar echt niet, ik win. Nee, ik. Wij gaan nu hier een wedstrijd houden tussen de kinderen. Ja, en? Zwarte Piet. Oh, daar winnen wij. Maar, ho. De beste die gaat winnen. En met mooie prijzen naar huis. Kom erop met de prijs. Daar ben ik dol op. Wil je hem even bewaren? Okay. Ja, zeker, Sinterklaas. Oh, daar word ik helemaal hier gepiekt van. Yes. Leuk. Maar zou er dan wat in die kist zitten, Sinterklaas? Oh, dan wie wilt er eventjes kijken in die kist? Ja. Ja. Boek. Ja. Wil jij even kijken? Ja, tuurlijk. Oh, wel even opschieten, hè, want we hebben geen uren de tijd. Boek Piet. Wat zou erin zitten? Kom. Ik zie niks. Jij? Ik zie ook niks. Nee. Oh, het heel stiekem. Oh, maar kijk eens, ze haalt er wel wat uit. De staf van Sinterklaas. Lijkt het op? Ja, ik krijg geen weet daar. Oh, het zou het zijn. Wat heeft ze nou toch weer? Wat moois. Lief Sinterklaas. Wat is dat nou? De staf. Een vraagteken, Sinterklaas. Een vraagteken. Ja, natuurlijk. Met een briefje. Vraagteken. Lieve kinderen en Pieten. In de show draait het om Sint-Nicolaas. Ja. Maar hoe goed kennen jullie wel Sint-Nicolaas? Heel goed. Heel goed, Sinterklaas. Ja, wij zijn de goeiste. Pieter, als jullie nu eens 3 kinderen uitzoeken. Ja, met de hele zaal wordt het een beetje lastig, hè? Ja. Maar dan doen we het wel met, dan spelen we wel met de hele zaal, maar dan ja, die op het podium. Die 3 kinderen die... Ja. Oké. Okay. Ik ga wel even zoeken. Ja? Gaan jullie zoeken? Nee. Oké. Okay. Ja, we wel een beetje snel, hè? Heb jij misschien een paar letters voor me? Letters? Ik ga eens kijken, Sinterklaas. Letters. Wie weet er een hele hoop? Letters. Ja, weet jij veel? Dit zit de klas? Ja. Ja? Oh. Oké. Okay. Ik heb er een van. Wilt u ze hebben? Of? Zo. Deze weet heel veel. Eentje voor jou. Oh. En als jij dan de kinderen even een beetje wil helpen. Okay. En als jij dan daar wil gaan staan. Oh, natuurlijk. Dag Maud. Ja. Goedemiddag.
En we hebben deze nog... uitgekozen. Zit ah, ja. Ah. Goedemiddag. Kijk, kom even met jullie mee. Als jullie nou bij Kelly gaan staan, kom hè? Maar, ja. Mogen jullie met mij mee? Pieter, gaan jullie samen aan die kant staan? Ja. Ja. Zo, moeten jullie mij wel een beetje helpen, hè, daar? Okay, wat ik heb een vraag. In welke stad in Spanje woont Sint-Nicolaas? Oh. In Barcelona? Breda. In Madrid? In Malaga? Of in Costa Brava? Oh. Volgens mij was het Costa Brava. Dus dat is wel lekker warm. Wat denken jullie? Warm. Denk jij strand? Madrid? Ja, doen we die? Ja. Costa Brava. Madrid. Wat denken jullie, jongens? Doe maar. Costa Madrid. Brava. Oké. Nee, ja. Pieter. Nee, Madrid. Ja, Sinterklaas. Nee, jullie denken. Hou jij hem vast zo? Nog niet laten zien, hoor. Costa Brava. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is goed, hè? En wat denken jullie? Ja, wij denken iets anders. Jullie denken Madrid? Ja. Dat is niet klopt niet. Nee. En Sint-Nicolaas komt natuurlijk uit... Costa Brava. Madrid. Yes! Dat is dus 1-0 voor de kinderen. Ja, maar dat geeft niks, Sinterklaas. Goed. Maar dat geeft niet. Ja, dat geeft niks. Wij gaan toch winnen. Ja. 1-0. Wat is de naam van het paard van Sint-Nicolaas? Is dat de Schimmel, Bonfire, Americo of Witje? Americo, nee, Americo. Americo. Even wachten, even wachten. Amerika. Ja, niet Bonfire. Nee, Amerika. Nee, Amerika. Ik ben hoofdgoed. Wat denken jullie? Laat maar zien. Jullie denken Amerika. Ja, C, zegt hij. Denken jullie dat ook? En Pieter? Nee, wij ook. Ja, maar natuurlijk heet mijn paard geen Bonfire, maar Amerika, hè? Ja. Yes. Hey, Pieter. Nu hebben wij gewonnen. Pieter, dan is het nu 2-1 voor de kinderen. Oh, dat is spannend. Dan. We hebben nog niet gewonnen. Dus nog één hele moeilijke vraag. Ja? Okay. Wat voor steen zit er in de ring van Sint-Nicolaas? Een mooie. Een robijn? Een baksteen? Een baksteen? Een diamant? Of een kiezelsteen? Baksteen. Ja, kijk, ze zijn rood, ja, zacht. Denken jullie allemaal robijn? Robijn? Ja, baksteen. Baksteen, hè? Zeg nou, robijn. Baksteen. Wat denken jullie? Laat maar zien. Robijn. Ah. Ja. Oh, jee. Nee, hoor, nee. Dat zeggen ze. Dat klopt. Wij spelen met alle kinderen. Dat is niet goed. En jullie denken dat het een? Baksteen. Baksteen. Net zo rood. Nou, Pieter, dan wil ik jullie bij deze zeggen... dat de kinderen gewonnen hebben, want het was een robijn. Nee. Oh. Dankjewel. Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie erbij waren. Nou. Gaan jullie weer lekker zitten? Ja, kom maar. Ja. Heel wat goed gedaan. We hebben gewonnen, jongens. Knap gedaan, hoor. Wij hebben gewonnen. Yay. Nou ja, deze ronde dan, hè. Ja. Deze ronde dan. Zal ik hem even van u aanpakken, Sinterklaas? Dat gaat wat makkelijker. Ja, ik snap het. Hebben wij nu niet verloren? Nou, jullie hebben nu niet gewonnen. Oh. Maar dat is niet erg. Ik wil graag winnen. Ja, maar ik zat er verder niks meer in die... Er zat heel veel in, Sinterklaas. Oh. Oh, echt waar? Ja, het zat helemaal vol. Wil jij dan gaan kijken, staf? Ja, graag. Ik ga maar wel opschieten, hè? Ja, ik ben snel. Hup, staf. Hup, staf. Hup, staf. Hup, staf. Hey, wat is dat? Wat is dat? Daar zijn we aan kringel, denk ik. Er wordt hier geroepen een G-sleutel, Sinterklaas. Ja. Een wat? Wauw. Een wat, Kelly? Een G-sleutel. Een V-sleutel? Ja. Is toch een V-snaar? Een zeepsleutel? Nee. Een muzieknoot. Ja, natuurlijk. Echt waar? Nee, u meent het niet. Wat is het? Ah, nee. U meent het niet. Dat is een grap. Kan nooit niet waar zijn. Echt? Echt? Heb jij gelezen wat ik heb gelezen? Ah, dames en heren, zal ik het voorlezen? Ik geloof het niet. Een feest is niet echt een feest als
muziekmeeting is geweest. Kijk, kijk, kijk. Oh. Ik ben een ster. Ik ben een ster. Ik ben de beste vocaliter. Altijd geweten dat ik op een dag alleen nog maar kleine sterretjes zag. Wat schijn ik ver? Wat schijn ik ver? Je ziet me al van mijlen ver. Ik geniet gewoon van al mijn fam en muziek biedt is mijn naam. Toen ik nog maar een heel klein pietje was, zong ik al het hoogste lied. En zo was ik altijd in mijn sas, al waren vaak mijn vriendjes dat niet. Meer dan eens werd er aan me gevraagd: muziek Piet, hou nou toch een keertje op. Maar dat kan ik niet en dat doe ik niet. Ik ga door tot aan de top. Ik ben een ster, ik ben een ster. Ik ben de beste vocaliter. Altijd geweten dat ik op een dag alleen nog maar kleine sterretjes zag. Wat schijn ik ver, wat schijn ik ver. Je ziet me al van mijlen ver. Ik geniet gewoon van al mijn fam en muziek Piet is mijn naam. Natuurlijk kan ik zo met idols meedoen, maar word je daar nou zo gelukkig van? Zing iedereen er zomaar uit, omdat ik beter zingen kan. En bij het grote feest in Ahoy, sta ik daar en zing ik mooi dit lied. Ik ben het hoogtepunt van de show, meteen mijn voorprogramma coole beat. Dat dacht ik dus niet! Ik ben een ster, ik ben een ster. Ik ben het beste vocaliter. Altijd geweten dat ik op een dag alleen nog maar kleine sterretjes zag. Wat schijn ik ver, wat schijn ik ver. Je ziet me al van mijlen ver. Ik geniet gewoon van al mijn fam en muziek Piet is mijn naam. Ik ben een ster, ik ben een ster. Ik ben het beste vocaliter. Wat schijn ik ver, wat schijn ik ver. Je ziet me al van mijlen ver. Ik geniet gewoon van al mijn baan. Mijn muziek Piet is mijn naam. Oh. Hallo Sliedrecht! Hebben jullie er allemaal een beetje zin in? Ik kan jullie niet horen. Hebben jullie er zin in? Ah, kijk. Fans, wat blij dat ik er weer ben hier in Sliedrecht. Maar muziek, Piet. Sinterklaas. Mag ik? Hallo. Wat ben ik blij dat jij weer een keer in Sliedrecht bent. Ja, ik hoorde dat het in een grote zaal gehouden werd. En ik had zoiets van, wow, daar moet muziek Piet gewoon bij zijn. Ja, maar een grote zaal. Noem jij dit dan nog steeds een grote zaal? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, want Sinterklaas, ik sta vanavond in... hoe heet dat theatertje ook alweer? De Ziggo Dome. Dat hele grote in Amsterdam. Ja, er zijn er maar 3 kaarten verkocht, dus je kan er gewoon naartoe. Oh. Maar, weet u Sinterklaas, wat ik altijd zo leuk zou gevonden hebben hier in Sliedrecht, dat is het als we een weef zouden doen. Een weef? Een weef. Ja. Kinderen, jullie allemaal even gaan staan. Mag er wat licht in de zaal alstublieft? Meneer van het licht, mag er wat licht in de zaal? Daar ga ik de licht op het spel, zodat we kunnen kijken. Ouders ook eenmaal allemaal gestaan op de tribune. Alle ouders even staan op de tribune, want we gaan allemaal meedoen. Dan tellen we zo meteen aan die kant tellen we af. En dan gaan we zo de weef helemaal zo door de hal heen doen. Naar die kant. Muziek, wat moeten we dan precies doen? Nou. Gaan we zo? Jullie Pieter, gaan dan zo. Wijzen met de stroom mee. Oké. Ja? En waar we dan zijn, daar moet zij we zijn. We gaan het gewoon proberen. We tellen af van 3 naar 0. Die kant. 3, 2, 1. En dan gaan we de hand in de lucht. Ja! Ah, dat zag er goed uit. Dat doen we nog een keer.
keertje. Dat is gaaf. Ja. Maar nu allemaal meetellen, hè. 3, 2, 1, 4. Oh. Muziek niet. Mag die één keer heen en dan ook meteen weer terug? Doe nog een keer. Kan dat? Doe nog een keer. Als een laatste keertje? Nee, weet je wat? Dan gaan we die kant beginnen. Hoe gaan we die kant beginnen? Oh, je maakt het wel. Maar dan ook terug, hè? Deze kant. En allemaal meetellen. Ja? 3, 2, 1. Hier. Oh. En van die kant weer terug. Oh. Oh. Allemaal fantastisch. Oh. Maar muziek, Piet. Nu jij toch hier bent. Ik zou het toch zeer leuk vinden als je nog even hier... Heb je daar... Nee, Sinterklaas. Het spijt mij. Ik moet echt naar de Ziggo Dome voor mijn concert. Sliedrecht, misschien tot volgend jaar. Doei! Dag, muziek. Doei, muziek. Nou. Jammer. Ze staan allemaal, leuk, Sinterklaas. Leuk, hè? Dan gaan we gewoon verdomme met een feestje maken. Ja, dan denk ik, we zaten er net zo lekker in. En dan moet hij alweer weg, muziek, Piet. Nou, nee, dan gaan we gewoon een ander muziekje doen. Ja, als we dat nou even doen, we staan nou toch ja. Met z'n allen. Dan doen we even een ander deuntje. Dan bedoel, nu zijn we er in de sfeer. Ja, misschien. Toch? Ik zou wel een muziekje willen, ja. Ja. De Sint geraakt niet mee waar hij zou moeten zijn. Wat jammer, zo jammer, het is een groot probleem. Kom eens helpen zoeken, waar is het paard toch heen? Waar is het paard toch heen? Waar, oh, oh, waar zou het taartje nu toch zijn? Laat ons snel zoeken. Dit fantastisch. Leuke Sinterklaas. Zeg Kelly. Ja? Weet je, jullie kinderen, gaan jullie maar eventjes zitten. Ja, als ze slim. Wat jullie nou niet wisten, en Kelly ook niet. Nee. Maar jullie hebben nu net ook meegedaan aan een danswedstrijd tussen de Pieten en de kinderen. Oh, makkie. Maar ik vond eerlijk gezegd de Pieten wel fantastisch dansen. Jullie ook niet? Ja, dat dus ben ik wel met u eens, Sinterklaas. Hé, pakkers. Sint,
ik vind eigenlijk dat het nu wel een beetje een gelijk spelletje is. Ja, eigenlijk wel. Ja, hè? Maar, Sinterklaas, ik vind wel dat de kinderen de eerste ronde hebben gewonnen. Ja, dat is de belangrijkste. Eigenlijk wel, want het waren hele moeilijke vragen. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje gelijk spel, maar de kinderen net iets meer, hè? Nou, Bakker, even... Ja, Sinterklaas. Heb jij nog van die lekkere M? Sinterklaas. Ja. De pepernoten, die zijn fantastico. Die zijn helemaal klaar. Je bleef zo lang weg. Maar, ik moest ook zeggen van iemand van de medewerking, dat het andere staat ook klaar. Is alles geregeld? Het andere? Het staat ook klaar. Wat is dat? Oh, dan weet ik het al. Ik denk het ook. Welk andere is Sinterklaas? Nou, ik denk dat het ook. Dat weten wij wel. Ja. Oh. Wat is nou, dat, Sinterklaas? Ik zal het jullie vertellen. Ja. Wat is dat? Oh. Omdat de kinderen de eerste wedstrijdronde hebben gewonnen met die hele lastige vragen, hebben ze eigenlijk, vind ik wel, de prijs wel een beetje verdiend. Ja, de grote prijs. De grotere prijs, ja. En ik denk dat dat wordt bedoeld met het staat klaar. Ja, dat denk ik ook. Ja. Klein beetje gewonnen zo. Maar voor de Pieten heb ik wel een leuk, lekkere... Ja, een troostprijs. Dat is een lekkere troostprijs. Ook voor onze Pietjes hebben we natuurlijk wel wat lekkers gemaakt. Ja, dat bedoel ik. Ja, natuurlijk. Maar dat vind ik ook wel verdiend. Ik vind eigenlijk even een applaus voor de kinderen, omdat ze hebben gewonnen. En een applausje voor de Piet, omdat ze zo goed kunnen dansen dan, hè? Nou, Kelly, ik stel voor, ik heb eigenlijk wel zin in een volgende onderdeel. Nou, Sinterklaas, ik ben bang dat dat een beetje lastig wordt. Nee hoor, iedereen is er, dus... Ja, maar als het klaar staat, dan betekent dat het ook tijd is. Ah, nu al? Nee. We zijn er net. Oh, maar we hoeven pas vanavond te daar. Ja, maar Sinterklaas, ik weet het wel, het is nooit leuk om te zeggen. Maar anders krijgen we weer dan dat u straks tegen mij zegt, had ik het maar eerder geweten, want ik moet vanavond nog langs alle schoenen die ze weer gaan zetten. Ja, maar ze gaan, jullie gaan toch weer schoenen zetten? Voor. Jullie gaan toch je schoenen zetten? Ja, dat bedoel ik. Ja, dan, dus dan heeft u daar geen tijd voor. Dus het is een beetje, van... Ja dan moeten we het allebei doen. We hebben en een feestje hier gehad en een schoen. Maar dan wil ik nog een klein liedje. Dat mag. Ja, dat, zo'n... Ja, maar voordat u gaat, hè... Ja. Dan lijkt het me slim, voordat we gaan zingen Dag Sinterklaasje... Ja. Dat u eerst samen met Bakkerspiet en Hoofd en Staf en Boekpiet... Dat u even vast eerst van het podium afgaat. Ja. En dan kunnen de kinderen u nog even allemaal toezwaaien, waar ze nu zijn. Ja. En dan kunnen de kinderen straks via de tribune weer, waar ze vandaan zijn gekomen, aan die kant. Weer boven. Mogen ze er ook weer uit. En dan, daar staat en het, En daar he? Staat iets voor ze klaar, hoor. Want eerlijk is eerlijk, hè? Want ja. Jullie hebben gewonnen, toch? Ja, daarom. Dus eerlijk is eerlijk. Nou, kom maar staan, jongens. En dan gaan we zingen Dag Sinterklaas, tot de volgende keer! Dag allemaal! Tot volgend jaar! Dag!